Flow FM. Overal op 996. Flow FM. Haarlem en meer. De meneer met een spriegje, die zit op een mars rond, daar komt hij de man van de tijd waarnemen. Kom er even bij, Rob. Dan kan je gelijk even iets wat vertellen over de prijzen die beschikbaar zijn gesteld door het bedrijf wat achter me ziet staan. Ik zie hele mooie padhanddoeken van Tia Maria en bij het accu-killen. Wij hebben het moos, dames en heren. Deze man gaat hier zo meteen gigantische spierballen laten rollen. De trui gaat uit. Ik wil er vier op een rijtje hebben. Even strek de armen nog niet. Gaan we even ademen. Afgelopen week heb ik in Vleuten de sterkste man van Vleuten gedaan met een heleboel onderwerpen met Nuyen. Het is stil op het plein hier in Hoofddorp bij de Flowwagen, dat is te begrijpen. Onze eerste kandidaat gaat proberen een gigantische tijd neer te zetten hier met het accu-tillen. 15 kilo, kijk die uitstraling van die man. 20 seconden, we gaan door naar de 25 seconden. Hij hangt nog op het lijntje, hij gaat trillen. We gaan naar de 24 seconden, 25. Daar gaat hij, 26 seconden. Je hebt het. Applaus jongens voor deze man, 26 seconden. 0,3 bij elke zaterdag. Niks in trouwens van 3,5. Dus we zijn 2 uur in de nacht. Sluit een beetje bij, dat is reuze. Dit is wat van de haren of meer. There's a party going on right here. A celebration to last throughout the year. So bring your good times. Je kent het al, Lionel Richie dus dat. Mooie laatste uur. We zitten nog steeds live vanaf de Meerberg met Raoul Miller, een programma met muziek en informatie. Het boekjaar 1985-86, dat op 31 maart afloopt, beloofd voor KLM-helikopters het topjaar uit 15 jaar bestaan te worden. Adjunct-directeur van de KLM-helikopters, meester Van Engen, meegedeeld. Ik word er een beetje zenuwachtig van, weet je, als al die mensen staan te kijken. Nog een beetje video-opnames maken, hoe durven jullie, jongens? Programma, want we hebben vandaag als speciale gast Centerfold, bekend van de singles Pump It Up, Rough en de nieuwe single die we net hoorden, Dictator. U kunt bellen 025-03-347-46 en dan kunt u uw verzoekje indienen. We gaan even beginnen met de dames. Om te beginnen stel jullie even voor, van links naar rechts, even met de naam. Kan je iets dichter bij de microfoon komen? Moore. Rowan Moore. Is dat je echte naam of is dat je artiestennaam? Nee, dat is mijn echte naam. Je echte naam. Hele mooie naam, Rowan. Bijzonder, hoor je niet vaak. Hè? Ja, heel bijzonder. En jij, hoe heet jij? Laura Fiji. Laura Fiji. En dat is ook je echte naam? Ja. Tjongejonge, accent. Exotisch. Wow. En jij? Cecilia Delarie. Tjongejonge, allemaal exotische namen. Behalve in Nederland zijn jullie ook in het buitenland erg populair. Jullie hebben gisteravond in België gespeeld. Wat is jullie hoofdland eigenlijk? Waar zijn jullie het populairst? Japan, hè? Ja, Japan. Maar Zwitserland ook. Zwitserland gaat heel goed voor optredens en dat soort dingen. Dus we hebben al 2 tournees daar gedaan. En Italia komt nu binnen. We doen 9 tv-opnames nu en er komen misschien nog 4 erbij. En dat is ook uitgezonden sinds 3 dagen of zoiets in Frankrijk. Die Canale 5. Dat is dat nieuwe kanaal uit Italië. Of is het nieuw, niet nieuw. Het is het grootste privéstation in Italië. En het wordt sinds 3 dagen ook in Frankrijk uitgezonden. En dat zinnetje, dat gaan jullie met z'n drietjes zingen. Het is elke keer hetzelfde. En je zingt het dus gewoon elke keer. Maar elke keer hetzelfde zinnetje, we gaan het even repeteren. Ik zeg het gewoon, ik zing het gewoon heel hard. En dan zing ik het.